waarom? Waarom Lucheni? Waarom heb je keizerin Elisabeth vermoord? Alla Malora! Antwoord, Luigi Lucheni. Waarom? Waarom? Elke nacht weer diezelfde vraag. Al 100 jaar, wat heeft het voor zin? Merda, ik ben dood! De laffe aanslag op de keizerin van Oostenrijk. Waar was die Oostenrijk? Onthul eindelijk de motieven. De motieven? Ik heb haar vermoord omdat ze het wilde. Praat geen nonsens. Ze wou het zelf. Daarvoor zijn er betrouwbare getuigen. Wat voor getuigen zijn dat? Haar tijdgenoten. Jawel. Komen maar niet tot rust. Spreken nog steeds over Elisabeth. Rotten is het Oostenrijk, vergaan het vlees, wordt verbleekt de glans. Maar in het duister dodenrijk, daar danst men s'nachts de dodendans. Laat dood, laat zijn die ons drijft, tijd dood, heeft die ons regeert. Nou, roep, alles wat ons blijft, nou, doe, alles niet verkeerd. Elisabeth, Elisabeth, zij was alleen tot op het eind. Een raadsel werd ons voorgezet, de oplossing werd nooit bekend. Snap, stuur, even verroep, kiel, ruw, eens aan het verkeerd. Wil, mag, laat de lucht op zoek, sterk, zwak, wat je hebt verkeerd. Elisabeth met zoontje, het is voor een lage prijs. En zie, is dit niet zoet? De keizer met familie, die kerstmis in paleis. En kijk eens hier, gelukkig stel, het is een en al verliefdheid, jawel. Met fraai beschilderd bord, daarop is hier gewerkt, verzonken in de hofkapel. En een wat prachtig souvenir mee, van het ijzerlijke sfeer, zo fijn. ieder komt persoonlijk. Wie hoog is stuurt gewoonlijk een zeer vertrouwde postillon d'amour. Die laat zijn blik geleiden over de mooie meiden. Kies voor zijn keizer vast de mooiste hoer. Griezelig personage bestelt hier een vrijage. Zijn dienaar heeft een kennisblik. Hij pikt een beetje de besluit. Hij kiest verdomd de zieken uit. Wat we zeggen, laten verkennen. Dat is toch ons lot voor hier.